Vandaag is woensdag. Vandaag is de laatste schooldag. Vanaf morgen hebben we 2 weken paasvakantie. Ik kom al van school. Ik ga nu Noor halen. Zij was ook 10 uur van school. Mijn vader heeft haar afgehaald. Dus ik ga haar halen. Het is ook na een lange tijd dat ze naar mijn vader gaat. Dus ja. Let's go! Kijk, Lar. Dag, Lar. Hoe gaat het? Dag, Lar. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Na zo lang zie ik je. Zo, maar lekker. Hoe gaat het? Hou even. Dank voor opa. Jangan. Dank, naar keuken. Wat wel echt? Het is anders geworden hier, Noor. Kapikraal. Ja. Hier. Malikom. Wat is dat, duif? Kinderen gaan. Zo, het is vakantie. Het is vakantie. Het is vakantie. Ben je blij dat het vakantie is? Ja. Ja. Nuri wilde ook nog maar vakantie. Deze mama ook hoor. Nuri heeft haar rapport ook gehad. Tweede kwartaal heeft ze. Ja, dat is gewoon een stukje papier. Waarom? Ik praat goed hoor. Laat me zien. Wat heb je voor babbelen 20 punten? Babbelen? Nee, Rick Jok. Ja, ze heeft ook goed gewerkt. Heel goed gewerkt. Yes, ga zo door. Nog 1 kwartaal te gaan. Dan zijn we klaar met de vierde klas. En dan ga ik naar de vijfde klas. Yes. Zo, het is vakantie. We mogen uitrusten. Toch? En genieten. Ja, wat heb je er? Ik heb een vakantie. Ja, heerlijke tijd. Wij gaan genieten. Door met vasten. En dan hebben we ook nog Idul Fitr. Hoe lang na? 2 weken ongeveer. Yes. Tot later. Bye bye. Hallo allemaal. We gaan weer wat garlic broodjes maken. Hier heb ik al boter gesmolten. Wat knoflook erin en een beetje van die Italian seasoning. Nu gaan we die broodjes snijden en dan even in de oven zetten en dan pas
Smerig en smerig. Ja, is goed. Noor helpt me ook. We gaan nog zetten hoor. Daar zijn die broodjes. En nu gaan we kip bakken. Gewoon gebakken kip. Yes. Wat is dit, koffie? Ja. Mooi voor me. Oké, hier hebben we de garlic bread. Gebakken kip. Garlic sausage. Oh my god. En leftover vermicelli met hartjes, koffie, sap en rinderworst. Rinderworst voor John. En nog meer sap. Ja, en nog meer sap. Let's eat. En surprise. Nee? Zo, ik heb hier rambutan. Ik ga die rambutan schillen. En ga ik ze op azijn zetten. As usual, elk jaar zet ik rambutan op azijn. Wanneer ik genoeg heb. En ja, ik ga deze op azijn zetten. En ik heb deze kousenband, die oude, of laat maar zeggen die dikke, heb ik die zaadjes eruit gehaald. Ik wil proberen om het ook zelf klaar te maken, want laatst heb ik dit gegeten bij de moskee van mijn oma. Ze had het met warme vis klaargemaakt. Was zo lekker. Dus ik heb een paar weggehaald. Is natuurlijk niet genoeg. Ik ga wachten. Misschien zijn er meer de komende dagen. Als ik genoeg heb, dan ga ik proberen klaar te maken. Yes, maar voor nu ga ik die rambutan schillen. Yes, ik heb genoeg werk. En I'm done. Nu ga ik ze wassen en dan zuurgoed maken ervan. Zo, hier heb ik rambutan op azijn gezet. Het is toch wel een volle emmer geworden. Zelfde dingen die ik gewoonlijk gebruik heb ik gezet, maar ik heb vandaag geen laurierblad gezet omdat het op is. Ik ga morgen kopen en dan ga ik dat morgen erbij doen. Ja, dus gewoon zout, bruine suiker, kruidnagel, een beetje Chinese suiker, azijn en water. En als laatste heb ik dan 1 peper gezet. Yes, het gaat nu dicht. En dan in de koelkast. Tot later. Bye bye. Zo. Noor en John komen van de moskee. Er waren gasten bij de moskee. Dan hebben ze. Wat hebben we? Banaan en cassave. En pinda. En dus gekookt. Ja. En gekookte pinda. En een grote pompoen. Dat heb ik die daar nog niet gekookt. Oké, dan moet ik het eruit halen. Hier is die. Dus banaan, groene banaan. Deze heeft. Rijpe banaan. En de rest is cassave. Oeh, hier heb je ook nog groene banaan. Groene banaan.
genoeg banaan voor patacones. Nog een beetje groene banaan. En dan hebben we nog meer. Groene banaan. Goed was hoor. Lieve dingen. En dan heb je hier cassave. En hier cassave. Voor nuggets. Wat nog meer? Cassave pap. Wat nog meer? Boyo. Lamet. Genoeg. Satelliet. Oké, dat hebben we gehad. Iedereen van de moskee heeft gehad. Thank you. Hallo allemaal. Nur zit hier. Ze zit vast natuurlijk aan de seatbelt. Het is vakantie. Vandaag is de eerste dag. Eerste vakantiedag. En Noor en ik gaan naar de stad. Een paar dingen gaan regelen. En ja, ook nog wat inkopen doen. Dus we gaan vandaag extra, pardon. We gaan vandaag leuk maken voor onze eerste vakantiedag. Toch Noor? Zie, dat is echt zie. Ik rij via de Sir Winston Churchillweg. Er is toch een file, maar het gaat toch snel. Yes, we zullen zien wat we voor vandaag zullen doen. Yes, tot later. Ciao. Zo, hallo lieve mensen. Ik ben al thuis. En ja Allah, de zon is zo fel. Waar zijn we geweest? Ik ben een paar zaken gaan regelen. Daarna probeerde ik rekeningen te betalen. Ik moet alleen nog water betalen. Daarna ben ik naar Steden geweest. Ik heb ossenstaart gehaald. Hier heb ik ossenstaart. Ga ik straks misschien stoven of soep maken. En ik heb gebruik gemaakt van hun actie. Ze hebben actie op sinaasvlees. Ja, hier hebben ze. Hierop hebben ze actie, is 290 SRD een kilo. Alleen in de maand Ramadan. Dus dan heb ik Sina gekocht, Sina vlees. Yes, we waren ook naar Hollandia geweest. En daar heb ik roomhorens gehaald. Noor wilde choco-eclair hebben. Ze vindt die lekker. Dus die zijn intussen al op. En die roomhoorn heb ik voor John gekocht. Yes. Het is echt heet. Het is echt heet. En die auto van mij heeft geen airco. Maar goed. Ik ga kijken hoe ik dit ga klaarmaken. Ik wil het stoven. Ik wil het ook het soep. Maar ja, even kijken. Met pompoen. Is het lekker. Yes. We zullen zien. Tot later. Bye. Alles gelukt. Snel, snel, kijken. Ja. Zo. Noorie is bezig te koken. Ze helpt me met koken. Het regent een beetje. We zijn zo blij. Voilà. Zout, mevrouw. Yes, en dan ga je mixen. Even bakken. Dat moet
lichtje gaan doen. Ik heb genoeg licht brand. Oké, ja, doe. Ik ga ook pompoen klaarmaken. Dat ga ik straks in een andere pot doen. Maar voor nu, eerst dit. Oké. Deksel zoeken, dan maak je het even dicht. Ja? Ga het even bakken. Even uit elkaar halen. Een beetje verspreiden. Yes. Oké. Oké, weer even draaien. Dat je ketchup. Ze heeft al uien knoflook gebakken. Daarna dat vlees erin gezet. Een beetje gebakken. Maggi blok ook erin. Zout ook. En nu een beetje. Niet te hoog. Zakje fles. Ja. Een beetje. Doen. Ja. Ongeveer weet het al hoeveel je zet voor je hoeveelheid vlees. Ja? Zie je dat het meer vlees is? Als je ziet dat er meer vlees is, dan heb je meer. Wat ook, je gaat het ook aan die kleur zien. Nee, te veel. Daarom moet je eerst beetje bij beetje. Als je vindt dat die kleur te licht is, dan zet je later nog een beetje. Maar vind je die kleur goed? Donker genoeg? Ja. Oké, ja, dat is goed. Ja, goed gemixt. Maak hem dan even dicht. Laat hij weer even pruttelen en dan zet je water erin. Ja, goed mixen. Ja. Maar dan gaan we die pompoen nu doen. Ja. Maak dicht. De Excel is hier. Oké, okay. Die zwarte kleine pot nemen voor die pompoen. Ja. Oké, okay, nu tijd voor die pompoen. Nog niet. Het is een beetje spaar voor je. Dit. Oké, okay. Water erin. Rustig. Alles, zet alles. Ja? Oké. Oké, let's see. This is still cooking. Mag ik een handdoek? Nee, dat vind ik te draaien. Laat hoog. Oh, ik heb alle handdoek hier. En deze pruttelt ook nog. Nog even, dan is hij al klaar. Pak je een hele peper in de koelkast. Ja, een peper in de koelkast. Wassen en dan zet je het in die pan hier. Ja? Nee. Mag niet uit. Niet te groot, niet te klein, normaal. Ga dat erin? Ja. Zo! Het vlees is al gaar. Zo ziet hij eruit. Dan ga ik eten. Pompoen is ook al gaar. Let's eat! Zo, vandaag nemen we mee naar de moskee. Kip, half gaar gebakken. Hier hebben we al gebakken kip. Knoflook, uien, peper, gestampt. Ik ga wat steak seasoning erin doen.
Eerst tomatenpuree. Beetje zout. Door. Een beetje water. Een beetje suiker. En dan die kip erin. Draaien. Ook wat Italian seasoning erin gezet. En dan is hij eigenlijk al gaar. Laat hem toch nog even doorbakken. Het is een andere smaak dan gewoon gestoofde kip. Het heeft een beetje, heeft een zout-zure smaak. Yes. Oké. Pas wel kijken. Zo, hier heb ik die kip. En dan de moskee. En hier zijn die. Garlic bread. Garlic bread. Nu gaan ze in de auto. Zo, we zijn ready. We vertrekken nu naar de moskee. Noor is daar achterop. Vandaag krijgt de moskee gasten. En in dit geval vandaag. Wie wordt het van ons? Welke minister komt vandaag? Sumuharjo. Minister Sumuharjo komt vandaag op bezoek. Dus ja, gaan we gezamenlijk ontvasten. Met de groep en met de gasten. Yes. Wat foto's? Welkom to my vlog. Je moet kijken, hè? Nee, ik ben geen dingen. Ik moet maar lennen. YouTube. Oma weet. Wil je drinken? Eet. You're eating my bread. Ja, ik heb een grote. Yeah.
Dahu mo tekstan. Yes, the star of the show. Nawar. Kom nou, kom nou. Ja, go, 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 go. Wait, ik ben. Oké. Arak, arak, arak. Nog iets? Servet? Ik heb al. Skip denk ik. Ja, kan dat. Pama pretty, pama pretty. Eh? Kijk, er is dingen, er is wajan. Wajan. Volgende, volgende. Ik weet niet. Ook straks de oma, tweede ronde. Nee, ga direct heen. Wat is het? Cassava. Dit doe ik. Ja, die is tof. Neem andere lepel. Ja, zoals ze zien niet, dan help ik ze. Andere lepel. Is van die ene bak. Ja? Ja. Ja, dan ga ik erop zetten. Heb je licht nodig? Ja, 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 zet, 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 zet. Zo zoek wat er is. Mena alamat lancar kasapa tu deh. Ye ok leh. Apa tadi yang makan dah? Bami, bami kosuban. Oh. Bami kosuban ini di ada pemet chip. Di sepi pun chip. Apa tadi saya tambah bami? Hah? Oh. I don't know one left. They are. Me I saying have you little here no the other no. They are. Sana. Ni ni mah ni mah. Ada sikit dengar. Itu luscious kalau apa? Oh. Apa plus plus. Sufi race is for not. Sumar boy, er is nog Sufi. Kijk, dit is op. Dit is mijn lieveling, dit is op. Dat moet je vandaag rijst eten. Nee, ik ben op die. Kijk. Oh, voilà. Heb je dat net nog gevonden? Brood, ik hoef. Vandaag heb ik... Ik heb dat vandaag gebracht. Ik hoef, ik heb... Ik heb gewoon pasta. Hier heb je nekjes, brahu, masala kip. What? Papaya met, ik weet het niet. Papaya met.
Sally gaat beter bekeken. Hoi. Die opa doet altijd zo met zijn ogen. Doe dat. Zo. Kijk, zijn ogen. Altijd, boy. Opa is slaap. Thank you.